Ja, er is steeds meer kritiek op het hardhandige optreden van Israël in de Gazastrook. In de strijd om de publieke opinie toont het land beelden van gruweldaden begaan door Hamas aan buitenlandse journalisten. CBS News correspondent Roxana Saberi joins us now. Roxana, it's good to see you. You attended an IDF press conference today where you asked a spokesperson there about the criticism of Israel's campaign in Gaza and the loss of civilian life. What did they tell you? Yeah, I asked an IDF spokesperson, a Lieutenant Colonel Hecht, about the civilian casualties in Gaza, now at over 5,000 dead and more than 15,000 injured, according to Gaza's Ministry of Health. Lilia, he said, we are going to do as much as we can to not hurt civilians because that's not what we do, like they, meaning Hamas, did. But Hamas doesn't care about their people, he said, and they live entrenched themselves within the population. He added, we are not fighting civilians in Gaza, but this is a very complex situation, and we will make sure Hamas is eradicated. Now, Israeli authorities and some civilians I've spoken to are very aware of the growing criticism of Israel as images of women and children in Gaza killed and injured have spread across the world. And in fact, the reason for the press conference today was that the IDF wanted to show international journalists images, many of which had not been released yet, of some of the atrocities committed by Hamas on October 7th here. They were very gruesome images, and the IDF said they wanted to remind people of the enemy that Hamas is and what it's capable of. Lilia? Well, many would say one doesn't cancel out the other or justify the killing of civilians. Ja, Arno, jij was zelf aanwezig bij de Israëlische ambassade om de beelden te bekijken. Als eerste, hoe ben je daar terechtgekomen? Ze hadden mij uitgenodigd. Oké, waren er nog meer journalisten? Was jij de enige? Hoe zag Telegraaf, Elsevier. Oké. Er waren niet superveel. Ze zeiden, de ambassade zelf zei van ze hadden in principe iedereen uitgenodigd. Mm-hmm. Ze waren best pissig, tenminste dat kon je opmaken uit de bewoordingen. Dat ook bijvoorbeeld NOS, die hadden ze wel uitgenodigd, had ook niet gereageerd, ook niet afgezegd. Dus dat is het. En ja, ik hoorde net het woord propagandastrijd. Kijk, wat zij doen, wat zij zeggen is, en dat werd ook uitgelegd, is waarom zij niet kunnen praten. Dat is het. En daar kun je voor of tegen zijn. Mm-hmm. Ik merk ook, ik had het ook op mijn Twitter gezet van jongens, ik was daar. Ik zie wat een reacties en wat een haat dat losmaakt. Ik zou mensen toch willen oproepen om eventjes na te denken en even rustig te blijven, want dat heeft ook geen zin. Dan worden ze ook boos op mij, dan zeggen ze. Maar ik wil heel graag heel even terug naar hoe de dag eruit zag. Oh ja, okay. Gewoon de bijeenkomst zelf. Jullie zijn uitgenodigd. Ja. Er waren een handjevol journalisten, zeg je. Niet iedereen die is uitgenodigd, die is komen opdagen. Jullie worden ontvangen. En koffie, cake. En nou, dan is er de Israëlische strijdkrachten, die zetten een verbinding open. Mm-hmm. Waarbinnen dat kan. Dus op een gegeven moment zeggen ze, nou, we kunnen nu naar binnen, gewoon naar een vergaderzaal. En dan ga je daar 40 minuten naar kijken. Oké, dus de beelden die eerder die zijn vrijgegeven aan het publiek, die zijn wel vrijgegeven aan jullie, een klein publiek. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, neem ik aan. Ja, dus de ambassadeur zat erbij en twee van zijn collega's, twee medewerkers. Ja. En welke context wordt er aan de beelden gegeven aan jullie van tevoren? Nou, wat zij doen is, wat zij zeiden, waarom ze dat doen, is omdat zij het punt willen uitleggen waarom zij zeggen, wij kunnen niet met Hamas praten. Oké. Dat is eigenlijk en de ambassadeur legt ook uit dat het Israëlische regeringsstandpunt is. Ja. En ik zeg dat nog maar een keer, want mensen worden dan boos op mij. Maar als je de regering vraagt, dus ik vroeg dat ook, van wat ga je hiermee doen? Waarom zitten we hier, zou je kunnen zeggen? Ja. Zij zeggen, als je ziet wat zij met onze kinderen hebben gedaan, dan kunnen wij niet praten. Praten is geen optie. Ook als je dat vraagt, maar vind je dat er een mate van proportionaliteit moet zijn? Ze zeggen, ja, natuurlijk, mensenrechten. Wij willen helemaal geen burger doden. Mm-hmm. Maar het is zo afschuwelijk dat ze zeggen, hier valt niet mee te praten. Oké, dus dat praten hoeft niet. Dus dat is de context die jullie is gegeven hierbij. Goed. Is er achteraf na de beelden ook nog, zijn jullie opgevangen op een bepaalde manier? Was er achteraf of vooraf tijd voor vragen of beide? Okay. Ja, ik had wel een aantal vragen waar ik echt mee zat. Ja? Ik heb wel van de gelegenheid gebruik gemaakt. Was er ruimte voor kritische vragen ook? Absoluut. Welke vragen heb je gesteld? Ik had er twee. Ik zei, het rare eraan aan die beelden is dat dat Hamas zelf GoPro's meeneemt om zeker te weten dat het gezien wordt. Mm-hmm.
Dus je ziet bijvoorbeeld beelden in... dat zie je wel eens op Twitter bijvoorbeeld van een dashcam. Yeah. Dan zie je dat er kogels door de ruit gaan. Nou, dan zie je ook de dus als dat gezin dan wordt aangetroffen door de politie, dat zie je. Maar dan, en de camera's van... zeg maar gewoon bewakingscamera's. En dan ook nog de schutter zelf. En dan zie je hem op dat gezin aflopen. Mm-hmm. En dan weet je dus extra zeker, hè, want dan heb je hetzelfde beeld vanaf 3 of 4 hoeken. Dus wat ik zei, wat mij hieraan stoort, is dat Hamas wil dat jullie zo reageren. En dat is iets om over na te denken. Ja, en wat was er ook een antwoord? Wie neemt er nou een camera mee naar een moord die je gaat plegen? Dan moet je toch afvragen, wat is hier aan het doen? Wat was er op hun antwoord daarop? Toen gaven ze hetzelfde antwoord op de vraag die ik op een andere vraag. Namelijk hoe de F dit überhaupt had kunnen gebeuren. En heel kort over die vraag. Wat dat je is ook... een vraag die veel mensen delen overigens, ja, weet ik. Absoluut. Hoe kon dit überhaupt gebeuren? Je ziet op dat... ik zou vrij specifiek. Ik had op mijn Twitter een draadje gezet. Maar die heb ik weer afgehaald. Dat de reacties, ja, daar schrok ik al een beetje van. Ik heb gewoon een aantal militaire bases gepakt van Israël. En ook van hun luchtlandingstroepen. En hoe dat systeem werkt. En dan dat delen, gewoon de afstand tot dat festivalterrein delen door de kruissnelheid waarvan de fabrikanten van hun helikopters zeggen dat die dingen kunnen. Ja. En dan kom je op een kwartiertje uit. En bij bepaalde berichten zag je dat er dat die terroristen, dat zij dingen doen met die vrouwen. Ik probeer dat uit mijn hoofd te krijgen. Dus op een gegeven moment zag je zo'n meisje in zo'n pick-up truck liggen met dat been verwrongen. Nou, dat was niet de enige. Laten we het niet over de grafische beelden hebben, maar inderdaad. Maar wat je dan zag is dat die first responders die dan aankomen, dan is het donker. Mm-hmm. En toen zei ik dat wel, van hoe is het mogelijk dat het meest geavanceerde leger ter wereld... zij kunnen van een kilometer afstand zien als een Palestijn een geit heeft met een... Ja, of die, of er zit een tasje omheen, of daar een appel of een handgranaat in zit. Mm-hmm. Dat kun je zien. Hoe is het technisch mogelijk dat iemand een slecht bewapend leger op een Israëlische tank met een afweersysteem, trophy system heet dat, zo'n Merkava 4, dat ze erop aflopen en dat ze die chauffeur uit die tank trekken. Dan zou die tank, die moet dan een signaal afgeven, dat begrijp ik van militaire experts, aan een hele gemechaniseerd bataljon van jongens, we are under attack. En dat werkte dus niet. Dus dat is hoe dat kan. Ik heb daar geen flauw benul van. En het duurde dus uren voordat werd gereageerd. Ben je tevreden met de antwoorden die je hebt gekregen van de Israëlische ambassade? Nou, het doet wat onbevredigend aan. Kijk, het zijn antwoorden die zij... Dus die ambassadeur, die kan ook zelf iets vinden. Hij moet natuurlijk gewoon doorgeven wat de regering vindt. Mm-hmm. Vanuit Netanyahu snap ik dit. Want Netanyahu lag al onder vuur. Die had binnenlands wel grote problemen. En nu, dat begrijp ik ook van mensen die in Israël wonen, is die regering compleet belachelijk. Mm. Omdat dit zo is geëscaleerd. Ja. Qua intelligence, het kan helemaal niet. En daarvan zei die ambassadeur van ons beleid is... Ik zeg het nog maar een keer, het is niet mijn standpunt, maar de regering zegt... Wij gaan first we finish the job. Mm. En daarna gaan we onderzoeken. Goeie vragen, Arno. Komen we op terug. Gaan we allemaal beantwoorden. Maar nu niet. First, ask questions later. Ja, want we hebben nu een crisissituatie. Mm. En toen heb ik daarna ook nog wel gezegd van... er zullen mensen zijn die daar ook moeilijk mee kunnen leven. Wat dat betreft is het inderdaad een antwoord... dat een wat onbevredigend gevoel achterlaat. Ja. Omdat je daardoor, door dat falen... zit je in een bepaalde mallenmolen en in de stroom. Mm. En reageer je ook op een bepaalde manier... waardoor je weer een tegenreactie krijgt. Ja. Het heeft ook allerlei gevolgen voor de regio. Er waren allerlei vredesinitiatieven, investeringsprojecten. Ja. En dat staat nu allemaal op de tocht. En dan kun je je afvragen, is dat het waard? Is de verslechterende band met je buurlanden... want dat ga je onvermijdelijk krijgen... zou je dat niet in een groter perspectief moeten zien? En die afweging maak je dus terwijl je zegt... nee, door de omstandigheden, dus hoe gruwelijk die beelden ook zijn... ik herhaal het nog maar een keer... Mm-hmm. Je zit in die glijbaan. Je gaat naar beneden. Ja. En ik snap heel eerlijk gezegd, maar dat is mijn persoonlijke gevoel... dat mensen in Israël hier ook niet... dat ze niet gewoon eisen dat Netanyahu aftreedt. Ja. Maar dan zou je nog kunnen zeggen... dan moet een andere regering die dan voor hetzelfde dilemma staat van... jongens, we hebben deze oorlog, we hebben deze situatie... we moeten nu eenmaal A of B. Dat kun je vinden. Alleen je hebt nu een premier... en dat is ook wat ik begrijp, een gevoel dat in Israël leeft... Je hebt nu een premier die zijn eigen falen moet witwassen.
En die zal bepaalde maatregelen kunnen nemen in een oorlog die suboptimaal zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan even terug naar de beelden. Ik kan merken dat, dat je flink aangeslagen bent door, ook niet geslapen. Door wat je hebt gezien. Je hebt niet geslapen. Nee. Oké. Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Waarom heb je toch die keuze gemaakt om wel naar de ambassade te gaan? Had je van tevoren kunnen inschatten dat het zo gruwelijk was als je hebt gezien? Ja, ik keek op een gegeven moment keek ik er ook tegenop en dacht ik, waarom doe ik dit eigenlijk überhaupt? Ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En ik vind ook dat je als journalist moet je dat doen. En je moet naar het nieuws gaan waar het is. Je moet met de mensen praten die het verhaal vertellen. Achteraf denk ik, ik had ook gewoon met de ambassadeur kunnen afspreken. En dat gesprekje hebben en dat dan, dan nu aan de mensen uitleggen. Want dat is je taak als journalist. Je vertelt wat je meemaakt, wat er gebeurt. Dat had ook gekund zonder de beelden, heb ik eigenlijk het idee. Mm-hmm. Maar goed, ik begrijp wel hun standpunt en dat is wat zij vertellen. Ze zeggen, moet je kijken wat ze met onze kinderen doen. Daar kunnen we niet mee praten. Ja. En dat is de geschiedenis. Dat is de geschiedenis van dit moment. Dat is wat het is. Dus de boekhouder moeten worden of blijven. Heb je dat niet? Zeiden zij dat of zeg jij dat? Nee, dat dacht ik toen ik daar zat. Ja. waarom doe ik mezelf dit aan? Maar goed, part of the job. Ja, Hans, jij bent actief bij BVNL. Neemt BVNL ook een standpunt in betreft het Israël-conflict? Wij steunen Israël in de strijd tegen het terrorisme. En op 7 oktober is het daar natuurlijk wel mee begonnen, deze oorlog. En wat Hamas allemaal heeft gedaan, dat is nog gruwelijker dan ISIS en Al-Qaeda ooit heeft gedaan. Baby's vermoorden, hoofden afhakken, eens in verbrandingsovens doen. En dan ondertussen wel naar het thuisfront te bellen van ik heb 10 baby's vermoord. Dat heb ik in ieder geval begrepen uit het draadje van Wieduk. Ja, ik bedoel, alleen al het verhaal krijg ik zulke... Ja. Bij dat verhaal alleen al krijg ik al de bibbers. Dus als ik het zou moeten zien, als ik uitgenodigd zou zijn, zou ik het wel doen. Maar ik denk dat ik net als Arno dan niet meer slaap. Ik heb één bezwaar, want er staat propagandastrijd. Ja. Ik zou zeggen, noem het inderdaad gewoon, Israël toont de beelden van wat er daadwerkelijk op 7 oktober is gebeurd. Dat heeft niks te maken met propaganda, maar dat heeft te maken met het delen van feiten. En die feiten die zijn gruwelijker dan gruwelijk. Ja, daar komen we zo even op terug, inderdaad. David? Ik denk dat zodra het oorlog is, dat de informatievoorziening van beide partijen direct als propaganda gekwalificeerd mag worden. Dat betekent niet dat het onwaar is wat men vertelt, maar het is wel propaganda. Dat hangt af van je definitie. Ja, hangt er van af. Propaganda is. Propaganda kan waar zijn dan. Ja. Maar je maakte net een terechte opmerking. Hè, van waarom gaan ze met die dashcams hun oorlogsmisdaden filmen? Jij zei om een reactie uit te lokken. Ja. Maar zou zo'n ambassade dan eigenlijk niet hetzelfde doen? Hè, door jou die beelden te laten zien, dat ze een reactie willen uitlokken waarmee ze de legitimiteit van hun reactie op Hamas proberen. Dat zou kunnen, maar dat is niet wat er... Laat ik gewoon vertellen wat er werd gezegd. Wat zij zeiden is... als je ziet wat zij met onze mensen doen, daar kunnen wij niet mee praten. Dat is punt. Eigenlijk zou je dat... Dat is dan precies wat ik zeg. Daarmee wordt dus eigenlijk... Daarmee geven ze eigenlijk aan van wat wij doen is gelegitimeerd, want praten heeft geen zin. Ja, dat zou je zo kunnen zien, ja. Ja, ik vind het knap dat jij erheen bent geweest. Hè, want ik ben ook te nieuwsgierig als ik uitgenodigd was om dan niet te gaan. Wij zijn niet uitgenodigd. Ja. Maar ik zou wel heel benieuwd zijn wat ze dan te vertellen hebben. En ik hoopte dan vooral zo ook kritische vragen te kunnen stellen. Wij kunnen niet praten. En je kan kritische vragen stellen. Ja, maar kreeg je ook antwoorden? Alleen het antwoord is het antwoord. En het antwoord is dat... En het is het antwoord van Netanyahu. Dus ik zeg het nog een keer. Het is Netanyahu die zegt... In deze crisis, op dit moment... kunnen wij nu dit soort onderzoeken naar de toedracht enzovoort niet doen. Maar overal krijgt men dezelfde beelden. Dus wij moeten handelen, En overal is het antwoord hetzelfde. Ja. Dus het eigenlijk volgens een script. We komen zo meteen er is een regeringsstandpunt. Meteen nog even terug bij de verdere context hiervan. Wie ook live bij ons in de uitzending is, is Huibrecht Bolhuis. Hi Huibrecht. Goedenavond. We hadden het net over de gruwelijke beelden die journalisten hebben bekeken op de Israëlische ambassade. Kan jij wat context geven als psycholoog over wat het met een mens doet om zulke horrorbeelden, om daaraan blootgesteld te worden?
Nou, dat is voor een groot deel afhankelijk ook van hoe je karakterologisch in elkaar zit. Hoe gevoelig ben je? Wat is je opvoeding geweest? Hoe staat het met je gewetensontwikkeling? Uit wat voor cultuur kom je? Wat voor emotionele ervaringen heb je zelf opgedaan? Dus dat bepaalt eigenlijk ook de intensiteit waarmee die beelden ook binnenkomen. Bottom line doet het overigens genoeg natuurlijk aan onze emotie. Iedereen wordt geraakt door dit soort verschrikkelijke beelden. En in de basis raakt het altijd aan emoties als angst en vervolgens natuurlijk ook boosheid en machteloosheid. En daarop zoek je als mens altijd grip, want je moet iets met die mix aan emoties. En dat is dus heel uniek. En dat zie je eigenlijk ook net aan de tafel als het gaat over de interpretatie van de beweegredenen van de Israëlische ambassade om journalisten uit te nodigen. Dan zit daar ook al de perceptie op waarheid die emotioneel geladen is. En dan zie je dat je maar een paar mogelijkheden resten in reactie op die emotionele reactie van jezelf. En dat is of meteen veroordelen, partij kiezen voor links of rechts. Of je hebt de optie om breder te willen blijven kijken. En dat is eigenlijk wat het debat aan de tafel bij jullie vanavond ook weer doet. Is dat je vooral blijft zoeken naar een breder zicht op de realiteit. Want ja, daar gaan we het misschien zo nog over hebben. De emotie die verhindert vaak ook goed redeneren. Dus, ja, want wat doet het inderdaad? Zulke emotionele, de emoties die dus komen kijken. Je had het net over angst, boosheid. Misschien een soort radeloosheid ook. Wat doen die emoties die men voelt dan vervolgens met de reden? Nou, dan moeten we even kijken naar hoe de hersenen zijn opgebouwd. We hebben ook een emotioneel brein. Dat bestaat eigenlijk voor een groot deel uit twee gebieden. De amygdala, dat is een hersengebied wat zich vooral bezighoudt met de emoties reguleren, aansturen en emoties onder controle willen krijgen. En we hebben delen van de frontale cortex die zitten ook in dat, zeg maar, emotionele breinnetwerk. En vanuit de evolutie hebben we eigenlijk een beetje te maken met een last. En dat is dat de emotie vaak de reden onderdrukt. Dat kun je dan weer verklaren. Dus te lang vooraan, het heeft te maken met het feit dat we in vroeger tijden op basis van emotie meteen moesten kunnen beslissen of we wilden vluchten of wilden bevriezen om in ieder geval onze veiligheid te waarborgen. Maar sinds de miljoenen jaren dat we geëvolueerd zijn tot denkwezens, leidt de reden eigenlijk nog onder die emotionele reflex. Dus het denken, het leidt altijd eigenlijk onder het voelen. Dus het is wel heel belangrijk dat we daarom zeker ook in dit soort conflicten uiteindelijk alleen maar met elkaar in gesprek willen blijven. En daarom is het ook zo, nogmaals gezegd, zo goed dat ook vanavond weer bij jullie gebeurt. Ja, en wat doet het om na zo'n sessie waarbij die gruwelbeelden te zien zijn geweest, om vervolgens rationeel naar zo'n conflict te kunnen kijken? Nou, om uiteindelijk te voorkomen dat je in de emotionele fuik of valkuil stapt, is het belangrijk dat je samen weer met andere mensen ook kijkt naar dat soort beelden. En het liefst zo'n gemêleerd mogelijk gezelschap, om te voorkomen dat je in de eigen bias stapt van je eigen unieke emotionele labeling en je eigen emotionele script. En nogmaals, voor de derde keer, dat is wat gebeurt ook aan de tafel, dat je elkaar blijft bevragen op, ja, klopt dat perspectief nu wel? Waarom kijk je zo tegen het perspectief aan? Waarom zie jij het als propaganda mogelijk en ik minder snel? Dat is dus heel belangrijk. En nu we het toch over propaganda hebben. Narrative transportation is in de wereld van gedragsbeïnvloeding een probaat middel gebleken. En zonder nu expliciete uitspraak te doen over de mogelijkheid van propaganda, zien we wel dat met het tonen van dit soort beelden. En nogmaals, dat gebeurt wellicht ook aan de Palestijnse kant om mensen te beïnvloeden, mogelijk. Maar het bijeffect is altijd dat mensen heel snel geneigd zijn om zo'n verhaal over te nemen. Ook al ben je heel erg objectief ingesteld en ben je bereid alle perspectieven in te nemen, bestaat toch het risico om het verhaal en je navelhandhouding af te stemmen op wat je ziet. Omdat je heel direct primair, ik noem maar heel ongelukkig, met die onderdruk meebeweegt. En ja, dat is een normale reflex, dat heeft iedereen. Maar ook daarop corrigeren vraagt om absoluut communiceren. Ja. Arno? Er worden wel ook woorden gebruikt, ook in het begin werd gezegd propaganda. Mm. Wat de ambassadeur zei is, wij zien dit als een existentieel probleem. Mm. Als er een beweging is die bij vrouwen de knieën dubbelvouwt, dan verkracht terwijl hun hoofd hoeven de grafische in een vuurtje details zit. Nee, maar dat is wat er gebeurt. Dat begrijp ik. Dat is een feit. Dan liggen ze in een kringetje en dan kijken ze naar elkaar. Ja. Terwijl dat met ze gebeurt en ze levend verbranden. Ja. En dan zegt Israël,
Het raakt mij ook, dat besef ik. Mm-hmm. Dus ik besef dat ik hierdoor werd geraakt. Mm-hmm. Maar Israël zegt dan, dit is voor ons een existentieel probleem. Mm-hmm. Wij zien het als een dreiging. En het is onze taak als overheid om de dreiging weg te nemen. Mm-hmm. Okay. Dat is wat het is. En daar kunnen wij wat van vinden. Mm-hmm. Dat is de redenering. En daarom lieten ze dat zien en daardoor zeggen ze dat van. Als mensen dat dan gaan goed praten, van zal het wel meevallen en bij vechten gebeuren er altijd dingen over en weer. Zij zeggen, dit is met onze kinderen gebeurd. Ja. Dat is het narratief. Helder. Dat is het verhaal, ja. Dankjewel. Huibrecht, tot slot, hoe kunnen we met emotie omgaan als we de cyclus van geweld willen doorbreken in dit conflict? Nou, in aansluiting op de woorden van Arno, ik vind het heel authentiek hoe hij heeft gereageerd en zeer begrijpelijk. En ik denk dat we dat allemaal op die manier ook zouden zijn als we die beelden zouden hebben gezien. Maar het zegt meteen uiteindelijk ook de enorme valkuil die eraan kleeft om het ene geweld te verabsorteren boven het andere. Want er is maar één basisrecht voor iedereen en dat is het recht op leven. En er is maar één gruweldaad en dat is de andere het leven ontnemen. En ik ben het absoluut eens met de banaliteit en de beestachtigheid en de buitensporigheid van de misdaden die van een buitensporig terroristisch karakter zijn. Dat is verschrikkelijk. Maar als je het hebt over het zoeken naar een oplossing, is kwaad met kwaad vergelden uiteindelijk nooit de oplossing. En is het denk ik zaak om vooral te leren kijken waarom we bij die primaire emotie moeten wegblijven. Ook relativeren dat de reden het in dit stadium even min oplost. Maar kijken naar de vijanden die in onszelf schuilgaan. En dan zullen heel veel mensen zeggen, ja, daar heb je weer die softe psycholoog die buiten de realiteit staat. Heeft nog nooit in de klei of aan het front gestaan. Maar daarom zijn er nog steeds oorlogsgebieden. Omdat wij niet in staat zijn om te kijken naar wat onze eigen pijngeschiedenis is. Ik sprak vorige week een Joodse vriend van mij. Een seculaire Israëlische staatsburger en die was zeker begaan met alles wat gebeurt in Israël. Maar evenzeer ook met wat de mensen in Gaza nu overkomt. En onderscheiden dat zeker ook van het terroristische karakter. Maar ook hij zei, we moeten proberen te kijken naar overerfde trauma's en de verhalen die we meekrijgen, waardoor we ook gevoed worden. Want dat zijn de trauma's die we uiteindelijk in plaats van verwerken in het leven uitageren en doorgeven naar nieuwe generaties. Dus vooral kijken naar de vijanden in onszelf. Daar ligt naar mijn idee de enige oplossing. Dat overigens zei de ambassade over het punt ook van dat het voor een Palestijn is het ook bijna niet mogelijk om tegen Hamas te zijn. Dus zij snappen die dubbelzijdigheid daarin. En dat zeiden ze ook, dat is het pijnlijke, omdat ze wel willen optreden. Maar zij snappen je bent je leven ook niet zeker als Palestijn als je zegt, ik veroordeel dit. Ja. Dus dat is waar zin zit. Huibrecht, ik heb nog een vraag tot slot. Wellicht zijn er kijkers thuis die ook gruwelbeelden hebben gezien die ze 's avonds niet meer van hun netvlies af kunnen krijgen. Heb jij wellicht nog tips voor hen hoe ze daarmee om moeten gaan? Nou, zeker op de website van het NIP staan telefoonnummers waarmee je terecht kan met vragen. En er zijn alarmlijnen, kun je daar vinden. Dus NIP, dat is het Nederlands Instituut van Psychologen. Daar vind je de juiste contactgegevens om over dit soort moeilijke dingen in gesprek te gaan. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om toch weer ook hardop te hebben geroepen dat we als Nederlandse overheid veel meer moeten doen dan alleen maar praten in strijdvaardigheid. En dat doel ik mee op dat we verbindende taal moeten gaan uitspraken, ook op supranationaal niveau. En daar hebben we het ook al eerder over gehad, over andere oorlogen. Het zoeken naar verbinding en vrede vraagt de aandacht en niet het aantal F-16. Ja, goed. Heel erg bedankt, Huibrecht. Mag ik daar een punt aan toevoegen? Arno, ga je gang. Dank je wel. Ik kan nu al zien wat voor reacties er, als we dit op Twitter zetten, ik blijf het Twitter noemen, wat daaronder gaat komen. Ik kan me dat al zo voorstellen. Er zijn mensen die mij thuis opzoeken nu. Die mij laten weten, dat laten ze via social media weten, dat ze denken te menen te weten waar ik woon. En dan is dat verkeerd. Maar de intentie is wel duidelijk. Hè? Dan sionistische propaganda en weet ik wat. We weten dat dit onderwerp een heel polariserend onderwerp is. Dat hebben we gemerkt. Ja, dat is helder, inderdaad. Ja, dan zeg ik tegen de mensen die nu op het punt staan om allemaal boze dingen te schrijven of de andere kant op, dat ze zeggen, maak er een grote zandbak van. Als je het allemaal zo erg vindt, en als je zo begaan bent met het lot van de Palestijnen, doe dit. Maak een petitie.
Zorg dat je 40.000 volgers hebt. Dan kun je naar de Tweede Kamer gaan en dan kun je met spoed een onderwerp laten behandelen. En dan kun je zeggen, het hoeft ook dan niet controversieel te zijn. Dan ga je naar minister van Defensie, Kajsa Ollongren. En dan zeg je, wij hebben twee amfibische eigenlijk aanvalsschepen. Maar die kun je ook inrichten als ziekenhuis. Mm-hmm. Die kunnen vanavond nog weg. Okay. En de luchtmobiele brigade zou letterlijk vanavond er al kunnen zijn. En dan richten ze veldhospitalen op. En de reden dat zij dat niet doen, en dat weet ik van mensen bij Defensie, is dat als zij dit één keer doen, dan zijn ze door de capaciteit heen om überhaupt iets te doen. Want elke eenheid moet een medische afdeling hebben. Mm-hmm. Van de ongeveer 12 die er moeten zijn, is er eentje functioneel door personeelstekorten. Dat is de kaalslag die bij Defensie is geweest. Dus ik daag Kamerleden uit, die zich hier de hele tijd heel fel over uitlaten. Sylvana Simons, Stefan van Baarle. Als je het zo erg vindt, ga naar Kajsa Ollongren en vraag van, kunnen wij een veldhospitaal, dat schip of via de luchtmobiele brigade, kunnen wij dat daar vanavond al heen sturen? Zo niet, waarom niet, mevrouw Ollongren? Okay. Dat was een mooie tip van je, ja. Dankjewel. Ga dat doen, mensen, en niet... Niet naar jou, ja. En al helemaal niet je huis bezoeken. Nee. Dat werkt ook niet, hè? Ik bedoel, jij kunt boos op mij worden, maar ja. dat helpt. Jij bent op de uitnodiging ingegaan van de Israëlische ambassade. Andere media, bijvoorbeeld in België, is uitgenodigd en heeft deze uitnodiging afgewezen. Zoals de Standaard. Ze zeggen, horen journalisten thuis in de cinemazalen van het Israëlische leger? Dus jij bent daar wel heen gegaan. Ja, dat is ook een hele stomme vraag, in alle eerlijkheid. Ja? Want natuurlijk zegt een ambassade, dit is ons standpunt. Ja? Je zou het bij wijze van spreken ook kunnen aanhoren. In een mailtje zou je het ook kunnen doen. Mm-hmm. Maar in feite, zij leggen uit, dit is wat er gebeurt. Ja. En wij willen die beelden ook niet verspreiden, omdat we de gezichten van mensen zien. Ja. Of wat er van over is. Maar dus, zij zeggen, er zijn redenen waarom wij bepaalde beelden niet compleet vrij willen geven. Omdat we wel met familieleden van die mensen te maken hebben. Ja. Tot slot. Dan is het dus geen cinema. Het is geen bioscoopfilm. Tenminste, je gaat er niet heen voor je lol. Nee, maar cinema is een Vlaams woord voor film. Dus, ja. Nee, I know. Maar ja. Maakt het niet beter. Maar, nee. Ja. Ja. Tot slot, kijk jij nu anders naar de situatie dan voordat jij bij de Israëlische ambassade deze beelden hebt bekeken? Ik zeg er meteen bij, wat ik vind is totaal irrelevant. Ik ben ook maar doorgeefluik. Wat voor mij de eye-opener was, en achteraf realiseer ik me dat ook zonder de cinema zeg maar had gekund, is dat Israël, maar het is Netanyahu die dit doet. Netanyahu die heeft gekozen voor een bepaalde stormramtactiek. Dat is wat de Israëlische regering dus doet. Ja. Dus inderdaad eerst handelen en dan daarna onderzoeken en doen en kijken. Je had dat anders kunnen doen, je kunt er wat van vinden. Mm-hmm. Dat heb ik daar geleerd, dat heb ik meegenomen. Ja. En mocht je nou nog een keer uitgenodigd worden voor iets soortgelijks, ga je weer de uitnodiging in? Ja, absoluut. En ik heb ook, ik wil ook een keer een interview doen, een interviewsessie of reeks. Kun je niet beter gewoon in gesprek gaan en echt die kritische vragen stellen en niet weggaan voordat je... Nee, ik had kritische vragen gesteld. Van hoe de F kan dit misgaan? En ten tweede, moet je dan wel zo doorgaan? Wordt het Israëlische leger niet gewoon de val ingelokt? Ik zei letterlijk tegen die ambassadeur, toen werd hij nog bijna een beetje boos, had ik het idee. Ik zeg van, diezelfde knuppels die afschuwelijke fouten, die blunderen en die intelligence maken, die gaan nu mensen mobiliseren en die tunnels insturen. Is dat dezelfde kwaliteit? Weet je hoeveel slachtoffers aan beide kanten je dan gaat krijgen? Nou, daar maak en het antwoord van Netanyahu is dus weer... Ja, maar kijk, daar maak ik me dus druk om. Als je zegt van, dit is een overlevingsstrijd, een existentiële strijd. Dat is het antwoord. Waarin het doel de middelen heiligt. Ja. En altijd in dat soort situaties kom je bij hele nare situaties uit. Absoluut. Er geen rekenschap mee wordt afgelegd, proportionaliteit zoek is. Ja. En aan beide kanten gewoon veel te veel slachtoffers vallen. Netanyahu die heeft zijn gezichtsverlies enigszins weten op te poetsen straks, als hij die oorlog eventueel wint daar. Dat is een heel lelijk aspect dat eraan zit. Ja. Dat we dat mogen zeggen. Je hebt dus een regering die eigenlijk aangeschoten wild is. En die zal misschien feller reageren dan een andere regering. En dat aspect dat zit erin. Ik denk dat is wat ik daar heb geleerd. Dat is wat ik heb. Wat ik de mensen mag vertellen. Hou mijn hart vast. Ik ook. En inderdaad, daar had ik achteraf niet voor. Ik had ook kunnen bellen met de man of gewoon afspreken. Ja. Nou, ik denk dat we allemaal hier kunnen zeggen dat wij geweld haten. Ik in ieder geval wel. Ja. Ik wil een zomerspecial maken. Daar ga ik allemaal leuke mensen in interviewen. Wil ik ook Hassan Nasrallah van Hezbollah.